lezen met elkaar uit de profetie van Jesaja. Ik lees uit het zevende hoofdstuk, want het heeft alles te maken met het gedeelte waarnaar we gaan luisteren uit Matthäus 1. Jesaja 7 vanaf vers 1. Het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het huis van David verteld wordt, Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de Heere zei tegen Jesaja, ga nu op weg, Agas tegemoet, u en uw zoon Shear-Jashub. Naar het einde van de waterloop van de bovenvijver bij de weg naar het Blekersveld. Zeg daartegen hem, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout. Voor de brandende toorn van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia. Door te zeggen, laten we optrekken tegen Juda. Het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen. En de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere, Heere, dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren, want het hoofd van Syrië is Damascus en het hoofd van Damascus is Rezin. En binnen 65 jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand houden. Opnieuw sprak de Heere tegen Agas, vraag voor uzelf een teken van de Heere uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij, luister toch, huis van David, is het u niet genoeg de mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd, oftewel een jonge vrouw, zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen, voor wie u nu in angst verkeert. En de Heere zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen zoals ze niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk de heerschappij van de koning van Assyrië. Tot zover dit gedeelte uit Jesaja 7. En dan nu uit Matthäus 1... Daar wordt gesproken over de geboorte van Christus, over Maria die zwanger wordt uit de Heilige Geest, over Jozef die daar niet gelijk in mee kan komen, dat niet kan volgen en door de Geest via een visioen erin mee wordt genomen. Daar wil ik het volgende week over hebben. Ik wil het nu vooral hebben over dat ene woord wat in dit alles in vervulling gaat als in de verkondiging ter toeleiding op de viering van het avondmaal. Omdat in dit alles het voor Matthäus zo is dat hij daar een woord ziet vervuld wat we zojuist uit Jesaja 7 hebben gelezen. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Dat is vers 23. Ik stel voor dat wij nu gaan zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias, waarin ook
dit wordt uitgezongen. Dat God zelf omziet naar zijn Israël. En dat hij verlossing teweeg heeft gebracht. De lofzang van Zacharias en daarvan de versen 1 en 2. En dan wil ik nu aan de kinderen gelegenheid geven om naar de zonderschool te gaan. Ik hoop dat jullie een mooie en een fijne ochtend zullen hebben. Waarin je met elkaar iets hoort van de Heer Jezus en van wat Hij voor ons wil zijn.
We zingen in aansluiting op de verkondiging gezang 511 uit het nieuwe liedboek. Er is iets niet goed gegaan. Hoe, waar en wat, dat zou ik niet weten. Maar dit had ik niet bedoeld om op te geven. Maar het maakt niet uit. We zingen het wel. Je hebt de melodie er ook bij. En het is eigenlijk een lied voor nieuwjaarsochtend. Maar gelet op dat wat ons in Christus is gegeven, Advent, een nieuwe toekomst, dan lijkt het me nu maar het beste om dit lied te zingen. En in ieder geval, het sluit ook denk ik aan op dat waar het in de preek over gaat. En zeker wat ons in het avondmaal wordt aangereikt, toekomst in Christus. Het is gezang 511 uit het nieuwe liedboek. Gemeente van Christus, broeders, zusters. Immanuel, Immanuel. Met die naam riep een moeder in Jeruzalem elke avond haar jongen naar binnen. Koning Achas hoorde het door het open raam. En het irriteerde hem. Omdat het hem herinnerde aan die ontmoeting met Jesaja. Toen die hem in Gods naam opzocht, terwijl hij werd bedreigd door koning Rezin van Syrië en koning Peka van Samaria, hier aangeduid met Efraïm, het Noordelijk Rijk, zo gezegd. Die twee hadden een bondgenootschap gesloten en waren samen opgerukt tegen het Zuidelijk Rijk, Juda, Jeruzalem. Om dat onder de voet te lopen. En daarmee dat van God natuurlijk teniet te doen, dat begrijpt u wel. Het was niet zomaar een veroveringetje. Integendeel. Benarde, benauwde situatie. Zo zegt de ik ben die ik ben, had Jesaja gezegd. Het zal niet gebeuren. Ik ben er ook nog. Onverschillig had Achas zijn schouders opgehaald. Maar recht had Jesaja hem in de ogen gezien. Eis een teken van de Heer, maakt niet uit. Iets uit de hemel, iets van de aarde. U mag noemen wat u wilt. Maar Achas, ja, die de Heere al jaar en dag ontliep. Nou ja, hij hield hem ergens nog wat vaag aan een lijntje achter de hand op de een of andere manier. Ontkende het net niet helemaal, maar toch. Achas die voelde wel aan dat als die daarop in zou gaan en die reddende hand van God nu zou aangrijpen, dat hij daar dan aan vast zou zitten. En daarmee de weg afsloot om een bondgenootschap aan te gaan met Assyrië. En wees nou eerlijk, Assyrië, zo'n macht. Als die gelegenheid zich voordoet, dat die jou te hulp wil schieten, eventueel. Daar zit toch veel meer zekerheid in dan zo'n Jesaja met zo'n godswoord. En zo'n teken wat je dan mag verlangen. Dat is nog maar afwachten allemaal. Of daar dan wat van komt. Hulp van de hemel. Nou ja, mooie woorden. Achas, hij voelde er eerlijk gezegd veel meer voor. Om op Assyrië af te gaan dan te leven uit die reddende hand van God. En met een hele vrome smoes heeft hij toen de boot afgehouden. Ja, een mens kan zomaar vroom gaan praten. Hij had gezegd, nee, Jesaja, daar begin ik niet aan. Ik ga de Heere niet verzoeken met een teken. Jongen, wat een wijsheid. Ja, de man had het ineens heel nauw genomen. God verzoek je toch zomaar niet? Maar natuurlijk om voor zichzelf
ruimte te hebben. Dat begrijpt u wel. Scherp had Jesaja hem toen geantwoord. Hoe durft u mijn God zo moe te maken? Dat u de mensen moe maakt met uw gedrag. Maar ook God nog eens een keer. Met dit gepraat. Wat eigenlijk nergens op slaat. Alleen maar bedoeld is om de boot af te houden. Uw eigen gang te gaan. Meer niet. En toch. U kunt praten wat u wil, Agas. Zelfs jouw verzet. Waarmee je God vermoeit. Het maakt dat reddend ingrijpen van God niet teniet. Hij zet toch door. Het zal niet gebeuren dat Jeruzalem onder de voet gelopen wordt. En ja, ongevraagd, ongezocht, krijgt u er een teken bij. Want al wilt u niet vastzitten aan hem, hij verbindt zich wel aan u. En op eigen initiatief zal hij u een teken geven. Zie, een jonge vrouw. Ze zal zwanger raken. Een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. En voordat de jongen groot is, zal ik doen wat ik heb gezegd. Juda, Jeruzalem, bevrijden. En zo was het gegaan. Ja, terwijl Jeruzalem werd belegerd, was er in een huis vlakbij het paleis een jongetje geboren. En zijn ouders hadden in geloof hem een naam gegeven. Emmanuel. God met ons, al lijkt het er in de verste verte niet op, toch. En u hoorde Agas elke dag die moeder roepen. Terwijl de ramen open stonden of wanneer die liep op het dak van zijn paleis of hoe en waar ook maar. Emmanuel, Emmanuel. God met ons, God met ons. Als een voortdurende herinnering. Dat al was Agas er niet van gediend geweest, God niettemin hem reddend de hand reikte. Genade waar hij niet omheen kon. En toch tegelijk waar hij niet aan wilde. Een heel verhaal. Ja, de evangelist en Matthäus ziet het in vervulling gaan. Ten volle. Volop, voluit. Rond die geboorte van Jezus. Hoe dan? Nou, als je even nadenkt, dan lijkt het er ook sprekend op, toch? Ons bestaan, dat van u en mij, constant belegerd door machten die ons belagen, die dat van God onder de voet willen lopen. Hoe dan ook. Die machten die het niet verdragen. Dat van God in jouw leven. Daarop aarzen, daarop loeren. Je loopt er soms zomaar tegenop, toch? Wie wordt er nou niet belegerd, belaagd? Maar daar middenin, die naam, die maagd, die zwanger werd, Maria. Nee, niet van een man, niet van beneden, maar door de geest, van boven. De Heilige Geest die haar overschaduwde, God die erin kwam in dit bestaan. Om te beginnen bij Maria, bij Jozef, ook geen heilige. Gewone mensen. Maar hij kwam erin. Zomaar ineens, op een dag, ongezocht, ongevraagd. God met ons. Emmanuel. Ja, als het ooit
een werkelijkheid werd dan toen en daar. In Israël. Wie zat erop te wachten? Israël. Het was intussen overlopen. Juda, Jeruzalem, de Romeinen, weet u wel. En Herodes erbij, een man, nee, niet uit het huis van David, maar een man uit Edom. Afstammeling van Esau. Wat was er eigenlijk over van het volk van God? 0,0. Nou ja, dat is net iets te weinig gezegd, maar het was een handjevol. Je kunt ze zo op een rijtje zetten als je het evangelie gaat lezen. En bij elkaar opgeteld stelt het dan niet veel voor, hoor. Maar daar middenin, ongedacht, ongevraagd, een vrouw, een jonge vrouw, die zwanger werd. God, die erin kwam, erin komt. Levend bewijs was hij, dat hij ons niet liet zitten. Zijn Israël toen, ons vandaag. Het zal niet gebeuren dat de vijand het laatste woord heeft. Dat je ten onder gaat aan je eigen zonde, schuld. Aan dood, aan doem, aan verderf. Want zo ernstig is het wel. En wij redden ons er zelf toch ook niet uit, of wel? Je kunt vertrouwen op dit of dat. Tuurlijk. De medische wetenschap die weet ons best een tijdje door te helpen, overeind te houden. En maak er maar gebruik van, waarom niet? Maar toch. Die machten om je heen, die krachten. Waar loopt het op het laatst op uit met u, met mij? Een mens die de adem geeft. Een laatste zucht. En dan? Wie redt zijn ziel van het graf? U? Ik? En hoe zul jij bestaan als God je ongerechtigheden gadeslaat? Je kunt hier een grote mond hebben. Je kunt hier zelfs het nog afdoen met een vroom verhaal. Je kunt jezelf op allerlei manieren bedotten en bedriegen. Waarom niet? Maar dan. En toch, God wacht niet totdat wij eraan toe zijn. Hij komt er gewoon in. Immanuel, God met ons. Zomaar ineens een kind. Een maagd die zwanger wordt. Hij is er al voordat u en ik er idee van hebben. Laat staan dat we er om vroegen. En kijk, hij gaat rond onder Israël. Hij reikt links en rechts een hand. Geneest, verlost, vergeeft. Al die dingen die ons belagen, bedreigen, ons leven afknijpen, kapot maken. Hij maakt ons los. Red, op een manier zoals niemand redden kan. Hij gaat zijn gang tot op het kruis, u weet ervan. En toen en daar. Ja, daar was hij met ons als nooit tevoren. Hij die, zo schreef Paulus later, geen zonde gekend had. Hij werd tot zonde gemaakt, werd wie ik ben. Meer kon hij ons niet nabij komen dan zo. Kropen in onze huid. Helemaal mijn bestaan gemaakt tot het zijne. En toen daarin ondergegaan en daaruit opgestaan. God met ons, Immanuel. God voor ons. Niemand die ons zo redt als hij. Daar waar wij, je kunt het wenden en keren zo je wilt, maar daar waar wij met z'n allen gewoon alleen maar ten onder kunnen gaan, daar was hij het die ten onder ging en er doorheen brak, bevrijdend. Het zal niet gebeuren, zegt God. Dat dood en verderf het laatste woord zullen hebben. Redden zal het je. Of je erop zit te wachten of niet. Hier. Een teken. Een vrouw die zwanger wordt.
Een mensenkind, ikzelf, in dat kind. Een teken, welk teken? Daar, kijk, op Golgotha, een kruis. Een teken van je welste, dat is God. Niet één die hoog blijft zitten op een troon en afwacht wat jij en ik er wel of niet van maken, wel of niet voor voelen. Maar één die er gewoon voor gaat, ongevraagd, ongezocht, of wij nu willen of niet. Alle vrome verhalen ten spijt. Hij gaat gewoon zijn gang en redt, bevrijdt. Deze God, onze God, Immanuel. Het is waar wat Israël zong en Jezus zong het mee in die paasnacht, weet u wel, de 117e psalm. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk. Nou, een volk van niks, maar het maakt niet uit. Voor ons zijn volk oneindig groot. Het ging ook helemaal niet over u en mij en over onze goedheid. Het ging over zijn goedheid. Hij zette het door en hij kwam ermee toen. Bij Agas, nu, bij u en mij. Net zo ongevraagd, weet u wel? Al in de doop, toen het water stroomde over je hoofd. Dit zal u het teken zijn. Dat water, zo waar als dat stroomt, zo zeker. Kom ik jou nabij, Immanuel. God met ons, God met jou. Met alle liefde van zijn hart, met alle genade die hij voor je heeft. Geen twijfel aan, met zijn naam eronder. Zijn handtekening zo gezegd. De enige vraag is deze. Niet of hij genadig is, maar of jij of ik het ervan wil hebben. Dat was de vraag, ook toen bij Agas. Ik zei het al, maar ik zeg het nog een keer. Hij hield de boot af met een vrome smoes. Oppervlakkig als die was, begon die ineens zwaar te praten. Dat heb je wel eens vaker. Dan zeggen mensen, ja, maar het kan toch zomaar niet voor mij? En dat avondmaal, dat is toch wel heilig. Begrijpt u, dominee? En nog een paar van die dingen, weet je wel. En intussen, ja, houden ze voor zichzelf zo ruimte om op hun eigen manier te leven. Het komt nooit echt tot overgave. Zonde, zonde als dat gebeurt. Ongevraagd, ik zeg het nog een keer, komt hij erin. En mag je het ervan hebben, al hield je de boot af vandaag, vanochtend. Ja, ik ga waar God zo verschijnt, voor u geen hekken neerzetten. Stel je voor. Al zat jij niet op hem te wachten, al hield jij de boot af, al is het jou misschien te veel om je te verliezen aan die genade, omdat je denkt, dan zit ik eraan vast aan hem. Hij komt er toch mee, hier vanochtend, met brood en wijn. Een teken, op een teken. Hij komt zo dichtbij. Zo dichtbij dat hij zichzelf jou in handen speelt. En zegt zo zeker als jij dit brood ontvangt uit mijn hand. En zo zeker als jij deze wijn proeft met je mond. Zo zeker is mijn genade voor jou. Is kiezen of delen. Buigen. Of, nou ja, u weet het wel. Amen.